Voor kinderen is het super fijn als er wel gewoon regelmaat is. Helemaal bij kleuters stel je voor dat daar iedere dag iemand anders voor de klas staat. En dan weten kinderen ook niet waar ze aan toe zijn. Pak maar een klank. Laat hem maar zien aan iedereen. En zou je hem zelf weten? Laat hem maar eens even zien aan iedereen. Zo. Wat ik eigenlijk ook nog wel heel veel leer van kinderen, ja, dat maakt het bij kleuters wel echt mooi. Voornamelijk het bezig zijn met gewoon de dagelijkse dingen en leven in het nu. Dat is bij kleuters echt, echt geweldig. Jij ook. Die waren wij aan het zoeken. Leg hem maar op, jongen. Ik doe deze. De B. De B. Wat eigenlijk alleen maar groter wordt gedurende een jaar, want de klassen worden voller, niveauverschillen worden groter. Dus ja, dat merken wij hier zeker wel, ja. Het is ook wel een heel moeilijk woord, moet ik zeggen. Het wordt gemaakt in een bakkerij, dat klopt. We zijn op zoek naar de... Vitamine. Dus wij weten het vaak wel intern op te lossen. Alleen, wij merken wel dat het wel steeds moeilijker wordt. Want die onderwijsassistenten die wij hebben, die hebben wij eigenlijk nodig om te helpen met die niveauverschillen in de klas. Dat betekent dat dat stukje dan wel weer terechtkomt bij die leerkracht. Gaan jullie dadelijk weer helemaal netjes maken? Dat vind ik geweldig. Gabriel, Janice, jij begint. Dus het werk moet gewoon aantrekkelijker gemaakt worden. En dan kom je toch wel op het stukje van ja, ontnemen, een stukje werkdruk. En zorg dat jonge leerkrachten weer graag de PABO willen gaan doen. Zodat het, ja, want het is wel een heel mooi werk, maar ja, het is wel zwaar. Wat gaan we doen? Zometeen eerst allemaal je eigen spullen opruimen met meneer Geza en de klas van meneer Geza. Zijn jullie gewoon heel even doen? Ritsen moeten dicht lukken.